Ja, goedenavond mensen. Het is nu zondag 4 juli. En ik zal het ook even laten zien. Ik kom net terug uit Amersfoort na een gezellig avondje. En dat wat zo is, dat kunt u ook zien op deze dingen. Deze afrekenbon. Ik heb gelijk gegeten samen met iemand. Ik zal even het bedrag waarvoor ik gegeten heb. Dat maakt verder niet uit. Maar dat kunt ook hier zien dat het 4 juli is. 4-7. En rond een uur of 10 heb ik afgerekend. Kunt u ook duidelijk zien. Ja. En dat is wel grappig, want in restaurant La Scala in de Hof in Amersfoort. Ik kom daar net vandaan met de trein. Ik kom net met de trein terug uit Amersfoort. En wat trof ik daar tot mijn grote vreugde en verbazing anderzijds. En ook wel leuk. Is dit artikel. Even uitzoomen. En ik zal het wel even oplezen waarover dat artikel gaat. Het zal vast wel een keer zichtbaar worden. Misschien dat het niet te lezen is, maar ik lees het u wel voor. Roet in de oersoep. En dit is een krant van het NRC Handelsblad. Deze wetenschapskatern. Zaterdag 12 en zondag 13 juni. Dus van iets meer dan 2 weken geleden. Weet je goed? Het is vandaag zondag 2 weken geleden. Nee, bijna 3 weken alweer. 3 weken geleden. Ja, dus dit bericht is al 3 weken oud. En ik trof daar een man in de trein tegenover mij aan. Ik heb om 10 uur ongeveer afgerekend. En we zijn om 24, 22 uur 24 uit Amersfoort ben ik vertrokken. Richting Den Haag. En in die trein zat tegenover mij een man die de krant aan het lezen was, een NRC Handelsblad, dus een ouwetje. Eigenlijk al 3 weken oud. Waarom die man dat zo 3 weken oude krant leest, weet ik even niet. Maar goed, hij zat daar met deze krant en dit is een onderdeel ervan. En toen trof ik dat artikel over het volgende. Hieruit blijkt namelijk dat het experiment dat uitgevoerd is door Urey en Miller. Een grote hoax blijkt te zijn. Want wat hebben ze nou laten zien? Nou, het eerste stukje gaat over het experiment van Urey en Miller en dat ze dat na probeert te bootsen in NEMO, het Science Center NEMO in Amsterdam. En hier gaat het over die Nobelprijswinnaars Miller en Urey. En dat ze daar een Nobelprijs mee gewonnen hebben, et cetera. Maar wat staat hier ook bij? Ik lees nu even voor, ik citeer. Maar ze lieten de reacties maar een week doorgaan. Vorig jaar besloot onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven en NEMO het experiment nog eens een keer te doen, maar dan 5 jaar lang. Ze willen kijken of er aan het eind van de ingewikkelde aminozuren in de soep zitten. Eerst leken ze goed op weg, maar na een paar maanden werd het water in de bol zwart. Toen ze de bol openmaakten en de soep bestudeerden, zagen ze dat er roet ontstaan was. Dat is koolstof, een stof die nergens meer mee reageert. De aminozuren waren dus afgebroken. Waarschijnlijk was de bliksem te sterk, bedachten de onderzoekers uit Eindhoven zich. Maar nu hebben ze een nieuwe stroomkastje gemaakt dat een veel minder sterke stroom uitzendt en wel 150 keer zwakker dan eerst. Om precies 4 uur donderdag was het zover en ging het experiment opnieuw van start. De onderzoeker drukt op het aanknopje en het plateautje met de bol begint te bewegen om het soepje te mengen. En elke 30 seconden schiet er een mini bliksem tussen 2 stangetjes in de bol. De fotografen kijken beduusd. Ze rekenen op een heftige bliksemschieten. Tja, zegt even groentjes van Nemo. Het eerste leven begon ook heel klein. Tot over 5 jaar. Persoonlijk ben ik er dan niet van overtuigd dat het leven heel klein begon. Kijk, als ik dit bericht eerder had gezien, dan had ik natuurlijk wel eerder een filmpje gemaakt. Maar ik kom nu net uit de trein met deze krant. Die mocht ik meenemen. Ik mocht het stukje meenemen van de meneer. Heel erg vriendelijk. Dank u wel daarvoor. En ik vond het wel een heel opmerkelijk berichtje. En we weten natuurlijk allemaal dat als bliksemt, dat je dat niet even kunt bijstellen. Je kunt dat niet even corrigeren naar een 150 keer zwakke stroomsterkte, et cetera. Dus ook
hieruit blijkt dus weer dat de proef van Miller en Urey en Miller, dat dat gewoon dus een hoax was. Dat oké, je maakt wat leuke aminozuurtjes mee, maar als je even doorgaat, dan wordt het gewoon carbon black, gewoon roet. Dus kortom, inderdaad, het hele Urey en Miller verhaal valt hiermee weer in duigen. Want je kunt niet bliksem even bijstellen tot een sterkte die jij wenst. Nee, bliksem is gewoon zoveel duizend volt met zoveel ampère, zoveel duizend ampère en klaar. Daar maak je niks heel mee, daar maak je alleen maar zaken mee kapot. Ik bedoel, als je er leven mee kon creëren, kon je er ook bomen mee heel maken. Maar nee, bomen worden vliegen in de fik als je inderdaad een bliksem erop loslaat. Ja, daar krijg je geen bacteriën mee aan of uit of leven. Daar creëer je daar niet meer mee. En ook als je het 150 keer zwakker doet, dat leer je ook bij Einstein. Inderdaad, Einstein leerde ook dat het gaat om de energie per deeltje. Dus ook daarin verwacht ik niet veel anders dan dat er gewoon uiteindelijk roet ontstaat. En dat is dus hier ook met bewezen in de eerste instantie dat er gewoon dat hele Urey en Miller verhaal gewoon geen ene zier van klopt. En daarmee ontkracht het dus wederom de biogenesis uit dode materiaal. Nou, dat wilde ik even met jullie delen. Dat er alweer een stuk bewijs is gevonden, alweer voor de zoveelste keer. Dat leven niet zomaar spontaan uit chemicaliën kan ontstaan, maar dat daar inderdaad een scheppende hand van nodig is. In dit geval God, de schepper. Nou, en dit bevestigt het wederom. Oké, hier wou ik het eventjes bij laten. Nogmaals, evolutie is dus kolder. En alles wat ermee samenhangt, biogenesis, evolutie, de hele ruimte, is een dikke nonsens. En dat is ook weer hiermee aangetoond. Oké. Ik hoop dat u nou eindelijk eens na gaat denken over waar het leven dan wel vandaan komt. En dat er een God is die van u houdt en die u geschapen heeft. Ja? Dat is eigenlijk het doel van deze filmpjes. Om u daarop te wijzen van jongens, lieve mensen, lieve mensen. God houdt van u. Ja, dat is eigenlijk de boodschap. God houdt van u en hij wil niet dat u verloren gaat, ja, door hem af te wijzen. Hij biedt u uw liefde aan. Ja, dat hele verhaal over evolutie leren en biogenesis is dikke nonsens. U bent niet een zak met chemicaliën. U bent een door God geschapen persoon. Oké, en dat is de boodschap eigenlijk. En Jezus Christus is voor u gestorven aan het kruis. En hij houdt enorm veel, heel erg veel van u. En hij biedt u het gratis offer aan. Ja, dus om niet dat u die genade van God mag ontvangen. Ja, en ik hoop dat mensen, dat u eens gaat nadenken over dit soort zaken, dat de wetenschap, u ziet het hier staan in de NRC van 12, 13 juni, u kunt het nalezen als u mij niet gelooft, ja, dat het hele Urey en Miller verhaal één dikke grote leugen is en één grote dikke kolder is. Ja. Oké, daar wil ik het eventjes bij laten. Denk er maar eens over na. Oké, goedenavond.